Steeds meer vierdaagse lopers laten zich sponsoren voor het goede doel. Dit merken ze ook bij de organisatie van de vierdaagse sponsorloop. We zien een sterke groei. Een voorbeeld te geven, ten opzichte van verleden jaar hadden we aan het eind zo'n 580, 570 sponsorlopers. We zijn op dit moment, ongeveer 2 maanden voor het begin van de vierdaagse, zitten we al tegen de 700, 680, 690 lopers die via de vierdaagse sponsorloop gaan meedoen. Dus daar zit sterke groei in. Die sterke groei zien we ook in het aantal goede doelen. We hadden verleden jaar iets van 280 goede doelen. Dat zit daar nu ook al ver boven. Dus ook dat neemt erg toe. En dat vinden we ook belangrijk. Dat we zien dat we de faciliteit die we bieden, dat ook aankomt. En dat mensen het belang daarvan zien en het gemak daarvan ervaren. Mensen moeten vooral niet het idee hebben van, ik, omdat ik aan de Vierdaagse meedoe, moet ik ook sponsorloper worden. Volstrekt niet. Helder, de Vierdaagse is een wandelevenement. En onderscheidt zich daarin in heel sterke mate van bijvoorbeeld de Europa Run of Groesbeek's Gruwelijkste. Die dat sportieve, fantastisch sportieve evenement organiseren met één doel. Geld inzamelen. De Vierdaagse is een wandelevenement. En vinden het prachtig en vanuit hun gevoelde maatschappelijke betrokkenheid vinden ze het geweldig om die ondersteuning, die faciliteit te kunnen bieden aan die lopers die ook nog iets willen doen aan het goede doel. Zo zijn de verhoudingen. In cijfers uitgedrukt zeggen ze dat wij van die kleine 700 lopers die we op dit moment hebben, dat er dat al 1000 zouden worden, dan is dat 2% van het aantal deelnemers dit jaar. Dus 98% van de deelnemers loopt heerlijk om prestatie te leveren, om te genieten van de wandeltocht. En 2% doet dat ook en heeft ook nog een bijkomend doel en zorgt dat er behoorlijk bedrag, want dat is niet te veronachtzaam. We hadden verleden jaar €370.000 opbrengst. En we zitten nu al 140.000 op dit moment. Dus ja, het is veilig om aan te nemen dat we dat bedrag van verleden jaar ook gaan overschrijden. Dus het doet er wel toe, maar het blijft een wandelevenement. En wij doen iets om mensen die ook nog geld willen inzamelen, om die goed te faciliteren.